Hallo, we vervolgen de geschiedenis van Jezus. In dit geval in zijn vaderstad in Nazareth. Daar is hij opgegroeid en hij geeft na verloop van tijd daar ook weer les. Hij geeft uitleg in een samenkomstplaats op een sabbat. Zijn leerlingen zijn bij hem en zijn stadgenoten, zeg maar, waar hij mee opgegroeid is, die luisteren naar hem. Maar die ergeren zich ook aan hem. Wat verbeeldt hij zich wel? En ze moeten niks van hem hebben. En dan vervolgt Marcus in vers 4 tot en met 6a deze geschiedenis door te schrijven. Jezus zei tegen hen, de mensen dus van zijn stad: nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hun genas. En hij stond verbaasd over hun ongeloof. Is dit teleurstellend geweest? Nou, dat vermoed ik wel, ja. Zou mij wel teleurstellen in elk geval. Het staat er niet letterlijk bij. Het staat ook bij verderop dat Jezus verbaasd was over hun ongeloof. Klinkt toch een beetje de ondertoon hier van: ik had gehoopt dat het anders zou wezen. Maar dit is het lot van de profeten, zegt Jezus. Heel herkenbaar. Zo gaat het met profeten. Profeten zijn mensen die spreken namens God. Het volk toespreken namens God. Die de stem van God vormen. En die dat doen door onder andere de situatie van vandaag nog eens kritisch te bekijken vanuit dat wat God aan spelregels gegeven heeft. De profeten zijn heel kritisch vaak. Van, je hebt het ooit beloofd, wat maak je er nou van? God heeft je door als spelregel gegeven, je overtreedt het. Wat vind je daar nou van? Doe je daar wat aan? Soms is het in visioenen, in beelden die ze te zien krijgen. Soms is het omdat ze wat te zeggen hebben over de toekomst. Dat allemaal doet Jezus ook. Hij is inderdaad, hij functioneert als een profeet. En door dit te zeggen, hij komt dan bij een spelregel, bij een gezegde. Door dat te zeggen, herkent hij ook dat hij een profetenrol heeft. Hij zegt, ja, zo gaat dat. Profeten worden overal geëerd. Worden overal naar geluisterd. Behalve in hun eigen stad, behalve in hun eigen familie, behalve in hun eigen huisgezin. Maar daar is hij gewoon. Daar ben je onderdeel van een patroon. Dan ben je niet anders dan anders. Dan steek je niet boven een maaiveld uit. Dan moet je je vooral niet verbeelden. En als je dat verbeeldt, word je niet geëerd in je vaderstad. En dan blijkt dat hij geen wonderen kan doen. Terwijl voortdurende wonderen om hem heen gebeuren bij aan de lopende band. Zelfs als iemand een kwastje van zijn kleed aanraakt, wordt ze genezen. Mijn vrouw staat een hoofdstuk eerder. Geen wonderen. Hoe zit het dan? Is dat een kwestie van God? Ja, het is ongeloof. En ongeloof blokkeert wonderen. Nou, dus ik vind het wel wat lastig uit te leggen. Maar een van de uitleggers die ik las, die zei: ja, nee, het is niet zo dat Jezus geen wonderen zou kunnen doen. Maar God doet meestal geen wonderen als er geen openheid voor is. Als er geen ontvankelijkheid voor is. Als u mensen bijvoorbeeld al denken, er kan geen wonder gebeuren. Het kan zeker niet door Jezus gebeuren. Helemaal niet door God. Ja, dan is er gewoon geen ruimte om een wonder te doen. Hij kan het gewoon niet, omdat de ruimte er niet is. Keuzeruimte van mensen wordt anders ingevuld. Er wordt voor gekozen om te bedenken dat het allemaal niet kan, deze wat Jezus doet. En waarom is dat dan zo? Veel mensen die dat lastig vinden, die zeggen, die kijken naar de eerste geschiedenis van de Bijbel, hè? Genesis 1, waarin staat dat voor Adam en Eva er een boom stond van kennis van goed en kwaad. En dat ze daar vooral vanaf moesten blijven. En dan denk ik, ja, waarom heeft God die boom daar nou toch in vredesnaam neergezet? Als hij dat nog niet had gedaan, dan was het allemaal koek en ei geweest, bij wijze van spreken. Nou ja, heb ik ook lang overlopen nadenken, tot ik later ineens bedacht, dit was voor Adam en Eva de enige manier om elke dag te demonstreren dat ze met God samen wilden leven. En dat ze naar hem wilden luisteren. Dat ze van hem hielden. Dat is ook de enige manier. Ja, ze kon het wel zeggen natuurlijk. Maar ja, waar weet je dat dan af dan? Lieve woorden, heb je, ja, mooi. Dan heb je soms ook niks aan. Maar door gewoon bij die boom langs te lopen, demonstreerden ze met de daad: we houden ons aan uw woord. En we willen dicht bij u blijven. En toen ze eenmaal van die boom gegeten hadden, zeiden ze daarmee tegen God: nee, we willen ons eigen weg gaan. Echte liefde vereist vrije keuze. Liefde kun je niet dwingen. Liefde kun je alleen maar aanbieden en dan afwachten wat er van komt. En de ander moet een vrije keuze hebben. En God kiest ervoor, ook in Jezus, om die ruimte te scheppen. Een ruimte waarin het risico van een foute keuze compleet aanwezig is.
en ook gebeurt. Hier is een complete stad die kiest uit vooroordeel om te denken, dat kan hem niet wezen. We kennen hem toch? Hallo? Hoe kan Jezus, hoe kan hij zelfs een rabbijn wezen? Hoe kan hij de Messias wezen? Nou, niet dus. God wil ruimte, omdat echte liefde ruimte nodig heeft. Gelukkig zijn er toch nog een paar genezingen aan wat zieke mensen. De Nadense Bijbel vertaalt dat prachtig aan een paar stumperts. Erg mooi geschreven. Ja, aan een paar lui die niks liever willen. Dat ze met vol vertrouwen naar Jezus mogen kijken en dat hij aan hun wat goeds doet. En hij doet het dan ook. Maar dat is dan ook een enige. Maar overal in het hele omgeving mensen tot genezing zijn gekomen, gebeurt dat in Nazareth, in zijn eigen plaats waar hij opgegroeid is niet. En Jezus verbaast zich erover. Hij vindt het verbazingwekkend. Waarom zou je zo'n aanbod afslaan? Waarom zou je door vooroordelen laten leiden om bijvoorbeeld al te denken, dat kan hem niet wezen. Ja, gezag, ja, zeker wijsheid, ja, wonderen, ja, kan hem niet wezen, kan gewoon niet. Waarom zou je bijvoorbeeld al zo'n aanbod van genezing en vrijheid afslaan? En dat is dus ook inderdaad de boodschap die naar ons toe klinkt. Advies. Laat je niet door vooroordelen of door wat je van anderen gehoord hebt. Of wat je lang denkt te weten. Belemmeren om te luisteren naar wat Jezus echt zegt en doet. Laat je niet blokkeren om te kijken naar wie hij is, wat hij doet en wat hij voor je kan betekenen. Dan kan God wonderen doen in je leven. Dat is mijn ervaring. Tot zover. Mogelijk tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.